trouwen. Hebben jullie echt, zeg maar, geshot achterover gegooid? Ja. Nou, hetzelfde was niet in je shot glazen, het waren gewoon normale glazen. En zeiden ze, oké, hoe groot is de kans dat je tot de rand vult? Kut. Gewoon normaal glas, hè? Jezus, gewoon zo'n bierglas. Ja. Tering, man. Dan moet lopen drinken, jongen. Ah, gewoon puur. Dat is fucking ranzig. Wie drinkt dat ook puur? Ja, ze hadden geen cola. Ja, dan moet het maar. Dan moet het maar. Anders wordt het een hele dure avond, dacht ik zo. Als ik dat zou doen, dan zou ik echt niet meer levend uitkomen. Nee, ik was ook... Was je avond gisteren dan? Ik heb niet veel gesopen. Nou, op zich, ik heb wel wat gezopen, maar... Dus ik wilde wel vast, we waren aan het bussen. En een van die gasten die was echt de hele tijd de lul. En we ook al dat ze dan, uiteindelijk moest hij de bus ook in. En toen gingen we gewoon met die kaarten sjoemelen. Dat hij echt nooit uitkwam. Die gast was zo lam, echt niet normaal. Oh. Hij kon echt niet meer. Want hij dacht van, oké, ze hebben ook geen leuke aardig, maar tegen een bak. En deed hij dat. Nee. Ja, dat is niet best. Oh. Kon hij nog wel lopen en zo? Ja, dat wel, maar hij zat echt zwaar te staren en zo dood uit. Nou, ik ken dat. Dan ben je echt ver hoor. Ja. Ja, dat is niet best. Ja. Dus ik ga morgen weer uit, maar dan Utrecht. Oh, alweer? Ja. Ik ga eerder komen van Panda. En dan ga ik daarna richting Utrecht. Maar het kut is, ja, ik kan geen nee zeggen, want die gast, weet je, ik heb het afgesproken met die gast. En ook al, hij kan normaal gesproken nooit. Dus, dan is het nu wel leuk dat hij eindelijk weer een keer kan, weet je wel. Ja. Waar gaan we heen? Gewoon busy life, of? Ja, studentenleven. Hij noemt zichzelf ook nu een nep-student, aangezien hij nooit kan. Oh, wauw. Studenten hebben altijd tijd, ik wou net zeggen. Ja. Wil je naar Dip? Ja. Right. Hij zeg maar, dus... Ja... Hij staat eerst op andere mensen en zegt van... Ja, je bent echt een nep-student als je niet uitgaat als student. En nu doet hij het zelf. Wauw. Ja. Maar het is wel een aardig gast. Het is wel een gast, weet je, met wie je gewoon... over de meest onzinnige dingen hebt en dan gewoon 5 minuten aan slappe lachen hebt. Zo soort gasten. Dat soort dingen. Als ja. Als je erover kijkt, dan denk je van hoeveel sterren zijn hier eigenlijk? Yeah. Dan kijk ze van waarom is een biertje 3,80 en niet 3,70? Oh, dat zijn wel echt veel die filosofische vragen. Ik hou van dat soort mensen. Man. Jawel, hè? Ja, dat dacht ik ook al. Vond ik ook. Wow. Dus je denkt ja, nu is het. Ja, man, inderdaad. Dus ja, bro, dat is echt normaal hoor. Dat is lijp, man. Dat is lijpe shit, man. Ja, trouwens, ik wil de druk niet hoog zetten, maar ik heb wel een kraantje. Oh, ja. Nou, morgen jouw problem, toch? Ja? Dat is meer in jouw probleem, toch? Ik wil het kraantje eigenlijk aan jou geven, maar... Oh, op die fiets. Oh, nee, is goed zo. Dat mag gewoon. Kom hier. Deze... Zijn we helemaal alleen hier? Weet ik niet. Kijk. Oh, shit. Yo. Hey. Is dat een ingevouwen ofzo? Weet niet. Kom hier. Wacht, ik zie een sniper en die wil ik heel graag hebben. Ik heb ook wel een snipertje nodig. Oeh, mijn snipers zijn lekker. Ik heb heel lang niet meer gesniped in deze game. Ja, ik kan er ook geen zak van. Ja, ik kan het op zich wel, maar ook niet. Het ligt bij jou moment. Ja, wel lijp man, dat je morgen naar Kung Fu gaat. Ja, kom hier. Een film die ik ook wel even checken. Maar ik ga hem niet checken, meer denk ik. Hoppatee. Ja, nee, ik denk oprecht dat het wel een leuk film geworden. Wat is het tegenwoordig? Kom van 4, 3, 2? 4. Maar ik heb deel 3 nog niet gezien, maar op zich niet heel veel uitmaakt. Wel 1 en 2, maar we snappen het idee ondertussen wel van de Kung Fu Panda. 2 was wel leuk, was met die tijger toch? Weet ik niet. Ik denk 1. Nou, 1 is met die tijger, dat hij helemaal beneden dan vast op de keten zit. Ik dacht dat het 1 was. Ja, misschien is dat ook wel 1 hoor. Ik heb er 2 nooit gezien. I don't know. Bo. Ja, daar heb je shit aan. Je hebt nu een chest, maar waar de fuck is die chest? Ach, geen idee. Oh, rare. Oh, hier zo. Nee, wat? Hè? Oh, hier. Oh, ik heb weer splashjes. Zou ik die meenemen? Oeh, dat kan je wel doen. Dat is wel een goeie. Ik ga vanavond naar Dune. Naar wat? Dune, sorry. Oh, Dune. Oh, lekker. Doe je erg leuk. Twee keer alweer, hè? Doe je echt leuk. Doe je erg leuk. De eerste keer was hij echt heel goed. Maar ik ga hem nu gewoon in zo'n van die relaxies, weet je wel. Oh. Shit, echt goeie.
Kun je die bij jou in de bios ook hebben? Nee. Ja, ze hebben VIP-stoelen. Maar daar heb je ook extra voor die relaxies wel, hè? Ik als abonnementhouder niet. Maar mensen zeg maar, die geen abonnement hebben, die betalen volgens mij 1 euro extra. Oh, jezus. Ja, tenminste, ik weet dat je bij View betaal je voor mij voor die VIP-stoelen. Ongeveer hetzelfde idee, alleen dan gewoon voor 1 persoon. Betaal je... Ik dacht... 72 extra. Nou, dat is op zich wel gedaan. Ja, maar... Er zijn veel mensen die gewoon gaan zitten. Ja, dat snap ik zo. Maar ik doe dat niet meer sinds ik bij View heb gewerkt. Aangezien ik weet dat ze nu heel erg opletten daarop. Ze gaan oprecht gewoon 3 keer die film checken, hè, daardoor. Nee, dat is echt wonder, man. Ja. Kom op, als je de hele zaal leeg. Maar eigenlijk, ik snap het ook weer wel, hoor. Gewoon weet je, op het moment dat jij betaalt en je gewoon een gast iets switchen van plek. Ja, dan voelt het ook genaaid. Als je wel, jij er dan wel voor hebt betaald. Een klein beetje. Dat wel, dan voel je wel kut. En ik Ja, van bro, what the fuck? Hoe? Maar aan de andere kant, als je helemaal alleen bent, dan... Of wij zouden maar op jouw plek gaan zitten of zo? Zo, maar dan krijg je een klap. Oh, maar dan is het gek. Nee, gek hoor. Dan wordt het gek. Maar het lijkt is echt wel, die bios bij ons, die heeft zeg maar een hele bios, dat is Ypenburg. En die heeft alleen maar zalen met relaxies. Oh, en dan zou je denken van, oké, je kan er dus alleen maar naar de film als je extra betaalt. Dan gaan er niet veel mensen heen. Nou ja, deze bios is echt altijd nokkie vol. Ja. Die shit is echt lijp, man. Die bios is altijd helemaal vol. Gewoon de raarste films. Maar ze hebben ook IMAX, toch, daar? Nee, ze hebben dus alleen maar normale, normale zalen. Jammer. Maar echt die shit, oh, die auto? Zeg maar, als je eenmaal in die relaxie gezeten hebt, dan word je geen auto meer. Maar dat is ook wel inderdaad. Ik zie een autootje, ik zie mensen. Jo. Kom dan. Kom maar aan. Komt ervoor het schijn. Ze zijn in het huis gaan, in dit huis. Ze zijn in het huis. Kom. Oh, ik zit vast, ik zit vast. Wat van mij? Nee, maar... Ik ben het wachten op jou. Nee, maar waar zijn ze? Ja. Ja, hier in het huis ergens. Uit. We gaan niet. Ik zie hem, Waar? Hij is weer naar binnen gegaan. Ik ben ook weer gehit door iets. Hij zit hier bij mij. Wat? Ik heb ook weer gedaan. Kut. Wow. We gaan hier omhoog! Eentje zo. We gaan hier omhoog! Hier. Ze heb je, bro. Kom. Oh, wat doe ik? Godver. Ik dacht wel dat ik een SMG had for some reason, ik weet niet waarom. En dan pak ik een sniper erbij. Oh ja, nu werd ze gehit. Nice. Kut zo. Nou, ik ga gebeuren. Alright. Ready up, bro. Het ja, dat is wel lijp voor die ja, ik wil me nog steeds die moviepas te bestellen, maar het lukt nog steeds niet. Blijkt dat er... Ja, is goed. Wacht. Zeg maar... Moviepas, heb je nog steeds niet besteld? Ja, die moviepas, ik probeer nog steeds te bestellen, maar het lukt niet. Dus er blijft een bug zijn in het systeem, dat ze zeggen, oké, je kan geen moviepas kopen, want je kan geen pasfoto inladen. Uploaden op je pas, en daardoor kan je geen moviepas hebben, want ze willen wel een pasfoto voor jou. Ja, logisch, dat had ik altijd op het team. Ja, en nu is blijkbaar zo. Ja, ik heb echt vaker gemaild nu. En ze zeggen, ja, nu ligt het probleem bij View International. Dat ze het internationale kant van View ernaar gaat kijken. Maar aangezien Nederland het enige land is van View, volgens mij met een moviepas, is er van ja. Boeit het hun niet? Heb ik zo vermoeden. Ja, maar hoe gaan ze dan winst maken? Want niemand kan nu. Als ik ja, ze maken juist verlies met die moviepassen, hè? Kom maar. Oh, serieus? Ja, even meer in de zin van. Ze hebben liever natuurlijk dat je gewoon een ticket koopt. Ja, dat is wel. Heel eerlijk gezegd. Ik kan nu even kijken hoe het nu zit, maar volgens mij kan het nog steeds niet. Dacht ik. Wat is met zo'n abonnement, ook bij Pathé? Nou? Je betaalt, bij Pathé betaal je 21 euro. En dan kan je unlimited naar de film. Ja? En je krijgt 10% korting op eten, volgens mij of zo. 21 euro, dat is fucking goedkoop. Dan ga je... 1 ticket voor Pathé is volgens mij al 18 euro. Dus als je 2 keer gaat, dan houd je het er al uit. Ja, ja, dat is het. Nee, het Pathé die maakt juist heel veel winst voor mensen die dan die Pathé een abonnement hebben en die gewoon nooit naar de film gaan. Ja. Gewoon zorgen dat er geen leuke films draaien wanneer ze net een abonnement nemen. Ja, gewoon alleen maar van die kleuterfilms draaien. En dan als ze wel draaien, de leuke films gewoon op een kuttijd.
Oké, okay, 7 uur 's ochtends, boys. Let's go, Spider-Man, let's go. Zo, dat zou kut zijn. Ja, maar echt. We're dropping. Dit is echt een grote plek, man. Oké. Nou, oké. Oké, is goed. Is goed, jongen. Jezus. Ik weet niet wat, ik moet echt verkouden. Dat is kut. Gehoord dan, ja. Ja, maar het is ook zo kut, want ik ga naar Barcelona. Daar heb ik echt zin in. Wanneer ga je heen? Donderdag. De 21ste maart. Maar ik kon blijkbaar nu al inchecken of zo bij het vliegtuig. Ja, dat kan. Dat kan volgens mij als 72 uur van het vloggen. Ja, want we vliegen donderdag nacht. Ja, maar ik kan ook... Moet je heel snel doen, want anders kan je niet naast elkaar zitten trouwens. Ja, dus ik ga vandaag met die vriend van mij gaan even bellen, want het ding is dat ik kan ons beiden gelijk aanmelden, maar heb ik wel zijn gegevens nodig. Waarvan BSN en alles in die richting. Ja, kort, ja. Het is wel chill dat we met dezelfde vliegtuigmaatschappij vliegen, heen en terug. Welkom. Vueling. Dat vind ik wel heel sceptisch. Nou, op zich, ja, het is maar net wat beter dan Ryanair. En gewoon cheap. En het is ook zo'n hele speciale voor Spanje, want het is een Spaans bedrijf. Oké, dat is wel goed, joh. Dus ja, joh, is ook prima, toch? Ja, maar dan moet je wel even vandaag regelen, anders kan je misschien zo... Ja. Dat is ook niet heel erg, natuurlijk, maar... Nee. Ik kan inderdaad echt vandaag even geregeld worden. Hoe laat is die vlucht? 7 uur 's ochtends. Zo. Ja, spittig, man. Het is met de trein? Nee, ja, die trein gaat nog niet dan, hè. Dus zijn moeder die kan het brengen, gelukkig. Anders moet ze een taxi gaan bestellen daarin. En dat is niet goedkoop. Nee, dat volgens mij is het echt fucking duur. Ja, ja, op zich, het valt wel mee, wij doen dat ook altijd. En dan ben je bezig met 50 euro heen, 50 euro terug kwijt. Maar wij wonen veel verder dan jullie, hè. Ja. Ja, maar je moet beseffen dat het gooi, daar gaan ze sowieso oplichten met die shit, hè. Dus ja, altijd. Dan gaan ze net iets meer vragen. Ja. Oh, dan kunnen we meer vragen. Het is letterlijk wat ze doen. Dat zou ik ook doen. Even yeah. No disrespect naar de gooi mensen, maar dat zou iedereen doen, denk ik. Ja, maar wel. Dat dus is wel waar. Als je met gooi werkt, jouw tips worden gewoon, zijn gewoon veel meer. Yep. Is ook zo. Dat is absoluut zo. Ja. Raid. Wat boven dit? Kablam, kablam, kadouche. Op de. Die minis neem ik mee, hoor. Ja, is goed. Dat kan, dat kan. Oh, zit erin dan? Zit erin dan? Lepper shit! En een sniper. Oh, lekker. Sniper. En je weet, als je mij een sniper geeft, is het eigenlijk al gewoon een fikrol, hè? Ja, denk ik ook wel, inderdaad. En vaker gezegd. Ja, dat heb ik vaker gezegd. Maar is ook gewoon zo. Oké. Wil je zo'n lightning bolt? Nee, man. Mag jij wel. Niet? Oké, die heb ik wel. Ik heb wel een. Die vleugels zijn, vind ik wel chillen, man. Ja? Ik heb hem gaan. Lapapapa. Maar je werkt uit rode lucht in met dit? Een beetje. Van hier zijn mensen trouwens. Nee, ik kan er niet mee terug. Nou. Kan die mensen pakken? Ja, boy, ik ga die lightning strike op me gooien, jongen. Holy shit, op mijn neus. Een dikke neus. Kom maar. Ik kan niet zo snel zijn. Ik wil toch niet zo snel zijn, maar. Oké, ik moet wel weg hier. Ik wil gewoon op mijn gelijk weer weg. Oh, ik heb hem gehit. Oh, nice, goeie. Gewoon een volle kraanpad op hem, man. Shit, ik moet hem shotten. Oh my god! Dat is voor mij. Wow. Kappen. Wat zijn we toch goed, jongen. Het is echt ongekend. Lekker, man. Heel goed. We hebben wel dingen. Hier, kom. Oh shit, scope. Oh god, maar. Maar ze gaan niet volgens mij. Maar rijdt gewoon verder. Hé? Ja, ze gaan rechts voor. Oké, dan neem ik. Jammer. Aight. Ja, dat was goed. Je bent lem. Heel lekker gebold als je wil. Ja, maar eentje. Die heb ik net neergedold. Oh, je hebt. Oh, oké. Mijn. Zo jammer.
Ik zal die vleugels ook meenemen, man. Die zijn ook nice. Ja? Leg er nog één? Waar? Leg er nog één dan? Nee. Misschien hier zo ergens. Oh, die fiets. Ah, ja, dat kan wel. Dotter kom wel. Het is wel fucking ziek als ze allebei die hebben, inderdaad. Ja, dat is echt blij. Je bent echt heel makkelijk hit, hè? Dus ja, dat is waar. Als ik op jouw vleugel schiet, dan ben je ook gewoon neer. Ja. Dan wordt er gezien als een headshot, zeg maar. Neem deze man. Hier kan je een snipertje halen, trouwens. Oeh, dat weet ik wel. Jouw snipertje, ja. Ik heb wel een sniper, maar die heeft niet zo'n leuke scope. Oh ja, die heeft een flex. Ja. Nou, die is wel zo. Neem die scope splash. Nou. Neem die dan. Oh, hier zijn mensen gerest, man. Oh. Dan gaan wij er even heen. Dan gaan we even gluren. Zo. Dat is wel die attackings vandaag, hè? Jawel, hè? Kijk. Jawel, hè? Ik denk dat ze daar zijn. Ja, ik zie ze. Ja? Mag ik schieten? Is het kansen? Nee. Niet? Nee, bro. Niet! Waar zit hij? Hij is naar binnen gaan. Een andere rat. Ja, ik ga dan ook niet naar binnen. Of gelijk, Kom. Je weet hoe het gaat, man. Het gaat goed. Hij is hier. Kom aan. Hoppa, man is neer! We zijn er guy dan? Ik weet niet, man. Ik hoorde er ook maar een. Nou, maar er was nog iemand. Er was 100% nog iemand. Ben ik bijna zeker. Ja, hier is helemaal niemand geweest. Nee. Nou, dan moet ik terug. Oh! Ja, gemarkt? Door wat? Weet niet. Ik heb eens een marketing. Oh, dit is echt een cuplek trouwens. Moet even deze kant op. Ja. Dat moet ze helemaal omlopen. Oh, hij is hier. Waar? Die rat is hier. Ik zie hem, ja. I see him. Waar is hij zijn, man? Is die even piekt, jongen? Sorry. Oh, ik mis! Fuck! Let's go! Hij gaat ons sowieso op achter hier. Ja, 100%. Hij kan ook niet op de andere kant op, denk ik. Anders. Nee. Zou hij weggaan? Weet ik niet. Het zou goed kunnen. Als hij gewoon die quicksp dingen heeft. Ja, hij had wel van die shockwaves. Boeien. Hij is met de wind verdwenen. Man. Oh my god. Shit. Oh my god. Lap shit, man. Maar deze auto is wel low. Hij kan een trap zijn. Oh. Nee, doe maar niet. Het is niet zo slim, wow. Shit. Er zijn ook mensen met medals, trouwens. Ja, ik zie het, ja. Get Furdery. Oh, wat doe ik? Kut. Ja, ik heb letterlijk hetzelfde. Ja, ik heb medkits voor. Nee, kom maar, bro. Hier zit dus een gat, hè. Waar? Oh, in het huisje. Het is wel druk, jongen. Ja. Ik ben met die auto weggegaan. Oh, wat heb jij? Ja. Het is toch maar een partijtje druk, man. Hier is, oh, daar is iemand. Ik heb hem gehit, 1-5. Ik was gelijk gaan rennen. Oh, shit. Ook achter ons metal mensen, dus we moeten schieten. Pak die quick splash daar. Oh ja. Pak die even. Oh, we hebben beschoten van achter. Van achter! Go! Van waar ook? Wat zijn ze? What the fuck, vriend? Ja, weg hier. Ja. Misschien kan ik ze. Nee. Heb je iets kwamen binnen? Nee. We zijn al op het dak, ja, dan moeten we gaan pushen ook. Kom. Wow. Oh shit. Hij gaat wegrennen.
Nee, ik moet laden. Kut. Hij is wel low, man, die guy. Eén hit. Nice. Waar? Nog eentje. Ik zal die friend zien bakken, man. Die shot. Wacht. Ja, maar ik... Hij zit hier nog ergens. Hier links. Nee! Pak hem! Oh! Oh! Wat ben je? Oh, een 47 bij. Oh, jee, jee. Oh, jee, 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 jee. Tjiee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 e
Echt? Ja, ja. Ik ben nu zilver 3. Hey. Heel goed. Ga het streampje afsluiten, man. Ga lekker later, boy. Maar blijf wel vakant, leuk. Chat, was gezellig. Was leuk. Was lachen, man. Spreek je dan later. Mijn nieuwe livestream, bro. Was leuk. En tot de volgende keer. Houdoe.